JND Talent. Een hele goede avond. Hi. En welkom bij JND Talent. Ja. Hey, wat brengt jou hier? Wie ben je? Hoe oud ben je? Ik ben Sam Joel. Ik ben 21. Wat brengt mij hier? Ik weet niet eens meer waar. Mij kwam de auditieformulier tegen. En ik had zoiets van, ja, waarom niet? Ik maak eigen muziek, vind het gewoon leuk. Je eigen muziek? Ja, ik maak eigen muziek. Oké, en heb je daar iets van meegenomen vandaag, wat je zelf maakt? Ja, ik ga een eigen nummer doen. Oké, ik ben heel benieuwd. Jeetje, nou, ga je gang. Dankjewel. Succes. To be sure, let me kiss you. To be sure that you are real. Just to be sure, let me hug you. To make sure that you can't leave me. And it us will be us forever. That I ain't dreaming. No. Because for you, I will walk 1,000 miles, yeah, for you, oh, for you. And for you, I will leave everything behind for you, for you. And for you, I would fight a million men, oh, for you. I'll do it all for you. Just know that I wanna kiss you to let you know that I'm real. And know that I wanna hug you to make sure you know that I won't leave you. Because for you, I would walk 1,000 miles, yeah, for you, oh, for you. And for you, I would leave everything behind for you, oh, for you. And for you, I would fight a million men, oh, for you. I'll do it all for you, to let you know that I love you, and that I'll save you from your own fears, to make you see that I'll be there for you alone, and nobody else. You're my only one, the only one Sam, ja. Wat een mooi nummer. Helemaal zelf geschreven. Ja, volledig zelf geschreven. Nice. Ja. Zullen we naar het jurycommentaar zijn? Ik zag Mark net even met een oortje in zitten, dus ik ben heel benieuwd wat ik doe af en toe wat direct luisteren ook nog natuurlijk. Dus dan ben ik afgesloten van alle
van alle geluiden eromheen natuurlijk. En wat ik wil zeggen is dat het, je voelt wat je zingt. Ik vind ook dat je het heel mooi geschreven hebt. Ik verstond ook duidelijk wat je zong. Dat vind ik ook altijd heel belangrijk. Dus dat je, als je een verhaal vertelt, dat je ook de mensen kunt laten begrijpen wat er gaande is in het verhaal. En ja, je ziet er hip uit. Dus dat is ook wel een pluspunt. Ook belangrijk. Mag ik wat toevoegen? Natuurlijk. Ja, ik ben het er niet mee eens. Ik kon je niet verstaan. Ik zing zelf Engels. Ik schrijf ook Engels. Ook de tekst. Ik vind het dapper dat je een eigen nummer doet. Want dat is super knap. En dat is echt mijn respect waardig. Alleen ik vind je schrijfability moet omhoog. Ik vond de tekst ook. Ik vond het echt niet een goede tekst. Nou, ik heb het op het oortje gehoord. Ik kon de tekst wel goed horen. Ja, ik kon het verstaan. En ik kon hem iets harder zetten. Misschien dat het daarmee te maken heeft. Maar ik vond het dus wel, wat dat betreft, wel redelijk goed. Want je zingt bijvoorbeeld and for you. Maar ik verstond and for you. And for you. And for you. Dat verstond ik zo de hele tijd. Ik zal niet zeggen dat misschien de uitspraak net iets beter mag. Dat is misschien wel een dingetje. Maar op zich vond ik het wel duidelijk en zelf geschreven. Vind ik het toch knap. Ik vind het ook knap hoor, dat je het zelf hebt geschreven. Absoluut hoor. Dat is mijn respect echt wel. Maar in dit geval vind ik het riskant. Ja, dat kan. Dat kan. Dat is jouw mening. Ja inderdaad. Okay. Maar daar zijn we lekker verschillend dat voor. Paula, heb jij nog iets als zangcoach erop te zeggen? Ja, jeetje. Buiten wat er allemaal gezegd is. Het enige wat mij wel opviel is dat je wel redelijk wat kracht zet en ook wat volume, met veel volume begint, waardoor je hier en daar wat onzuiver werd. En ik denk dat dat ligt aan dat je eigenlijk al te hard begint. Dus dat je eigenlijk wat meer dynamic range mag op gaan bouwen. En als je in het begin, als je het een tikje kleiner houdt, maar je houdt je energie wel vast, dan wordt dat een stukje zuiverder, denk ik. Kun je mij volgen? Ja, kan je volgen, ja. Ja, snap want ik. Je begon best fors. En ik denk, ja, waar moet dat dan nog naartoe, zeg maar? Ja, nee, die snap ik heel goed. Ja, ja wat je bedoelt is eigenlijk dat de climax eigenlijk al in het begin was in plaats van het eind. Ja, en daardoor wordt het ook onzuiver, omdat je op de lage noten echt gaat duwen, zeg maar. En dan wordt het wat onzuiver. Ja, dat is jammer. Maar okay, mooi stemgeluid. Dankjewel. Hartstikke bedankt jury en een heel groot applaus voor Sam. J&D Talent.